Hallo kijkers en DJ Ali, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Roller Coaster Tycoon 3. We gaan er verder met ons park zonder naam. De ondersteuning is klaar. Helaas is Roller Coaster zo kut om deze paar paaltjes hier niet weg te halen. Het stationsgebouw is voor een ander keertje. Ik ga jullie er niet nog meer mee dingen. Wat wij hier nu gaan doen is even de pet covers doen. En ik zie dat ik hier een fout heb gemaakt in de breedte van het pad waarschijnlijk. Want hier is het pad. 1, 2, 3. En hier hebben we het maar van 2. Dus moeten wij de bocht 1 langer maken. Dat betekent dat dit even weg moet. Dat ik dan hier ook even moet kijken. Want hier moeten dan ook een aantal stukjes weg. Van die schuine bocht. Oké, ik denk dat dit is. Dus zo, loopt het pad nou hier. Hier is het dan. Voilà, zei. Zo moet dat hier dan lopen. Het pad van 3 breed. Wat ik ga doen is dat dat hier ook weer gaat aftakken. Schuin. Waarschijnlijk ga ik het gewoon hier in de dingen zo nog door laten gaan. Dat heeft misschien wel iets of meer effect. Effect, ja, een soort van effect dat dat hier dan gewoon blijft schuin gaan. Het ziet wel slecht uit, denk ik. We gaan eens even kijken. Zo. Zo. Dan gaan we hier recht komen dus. Zo. Voilà. En dan dat we hier recht gaan komen. Naar daar. Dat we hier iets nieuws gaan zetten. Aan de ene kant. We zullen wel zien welke kant. Maar eerst is het tijd voor de petcovers weer uit te halen. En dan mogen we natuurlijk weer mooi gaan werken met die petcovers. Heel erg leuk. We gaan weer een kleine aflevering doen zoals vorige keer. Ik ga naar de muren. Daar ga ik zoeken naar Breintjes petcovers. Als die hier staan tenminste. Normaal gezien moeten die hier wel staan. Dat zijn de hekjes al. Toch staan ze hier niet. Dit is wel Breintjes pet. Dit is wel van Breintjes. Breintje. Maar ik weet niet, hier staat die bij. Ja, hier staat hem wel bij. Hier ben ik zeker van, hier staat hem bij. Draai hier. Moet ik eens even de full zoeken. Die zit hier tussen. Dit is een andere map dan normaal. De full. Normaal zit de full. Dit is normaal gezien de juiste. Even kijken. Nee, dit is niet de juiste. Toch niet. Het is de foute set. Dus het was niet deze set, maar dan is het wel een andere set. En dat is dan namelijk deze soil. Of hoe je het dan moet uitspreken, de full. Ja, dit is hem. Dat schuine randje moet natuurlijk eerst gedaan worden. Moet ik even een driehoekje zoeken. Aangezien dit een andere pakket samenstelling is, ga ik even kiezen voor bij de bomen te kijken. Hier staan die ook tussen. En dat was deze. Deze hebben we nodig. We gaan de schuine rand doen. Maar dat klopt hier dus niet met het pad. Ik heb hier dus een fout gemaakt in het pad. Op een of andere manier. Want eigenlijk, ja, moet dat niet hier lopen, maar is dit dan gewoon eigenlijk gewoon heel overbodig stuk pad, want daar komt helemaal niks te staan, maar toch moeten we het hier doen. Die petcovers, ook al ja, het is gewoon voor het pad, want als we die hier doen dan zit het pad er dus uit en dat moeten we eigenlijk ook niet hebben. En trouwens, het is ook maar gewoon dat we gewoon ja, een beetje sier van die, aan die paden brengen, maar als we het eventueel hier hebben, kan dat wel. Hoe kunnen we dat doen? Kunnen we dat doen? Ik weet niet, als we dit weghalen, dan hebben we hier dan weer wel wat. Nee, we gaan het niet doen. We gaan het gewoon aansluiten op de rest. Want ja, dat is gewoon zo. Dat doen we overal zo. Denk ik. Maar het is gewoon die fout die ik erin heb zitten. Helaas. Ik kan er niks aan doen. Zo ik hem heb gemaakt. In de tijd dat ik het gecreëerd heb, zeg maar. Hier kunnen we dat niet doen. Hier hoeft dat niet per se.
Dus hier kan het gewoon wel, maar dan zou het weer niet symmetrisch uitkomen. Dus ik ga vanuit de gewoon even heel graag ook zo doen, want anders komt dat weer niet uit. Ik ga er nu vanuit dat dan weer niet symmetrisch zal uit gaan komen. Ik ben er weer zeker van. Ik ben er echt gewoon weer helemaal zeker van dat dat niet symmetrisch uit gaat komen. Dan. Maar ik doe even de hoekjes, de rest van de paden. Ik moet even kijken dat ik weer even mijn... Oh, waar heb ik hem geplaatst? Shit. Ik heb hem ergens geplaatst, jongens. Ik weet niet waar. Oeh, shit. Oké, dat komen we hopelijk binnenkort nog wel tegen. Ik moet eens even kijken. Als dit nu wel uitkomt. Die lappen elkaar wel over. Dat is niet de bedoeling. Als dat hier dan uitkomt met de rest. Maar op het eerste zicht moet dat helemaal geen probleem opleveren. Ik ga kijken tot waar het kan. Die rest willen we dan wel op met de kleine vierkantjes. Dat doen we altijd al. Hier moet ook zo'n stuk. Hier toch even twee kleintjes. En zo doen we dat dan volgende keer wel. Of buitenopname doe ik dat maar verder. De schuine rand staat er. Wat wij nu nog gaan doen is, dus dit is ons gebied. En we hebben dus, oh ik ga hier nog even die foutjes terug even terugzetten hier. Die wil ik hier hebben weggehaald om even te breed te bepalen. Voilà. 1, 2, en 3. Wij werken dus ook geregeld door aan de monorail, maar dat komt dan wel. Wat wij dus moeten doen, ons lijstje is, ja we hebben een redelijk lijstje, maar ja, dit afmaken, monorail, maar dat komt dan nog wel. We gaan hier in de omgeving verder werken. En dan heb ik gedacht aan dit plekje op te vullen met een attractie. Eventueel een achtbaan. En dan ben ik aan het twijfelen wat voor achtbaan. Want we hebben het hier al over gehad, over deze grote divecoasters. En ja, het is misschien wel leuk dat we een hangende achtbaan doen. Ik weet het niet. Een hangende achtbaan, eentje met kurkentrekkers. Mijn bouw, dat is een elektrische. Wat hebben we hier nog tussen zitten? We kunnen natuurlijk eentje maken die achteruit wordt getrokken en terug wordt gelaten. We hebben echt heel wat opties. Ook de stroomversnelling is een optie. En ik weet niet wat er hier eigenlijk van dingetjes bij zit. We hebben hier een draaikolk. We hebben een stroomversnelling en we hebben een waterval. Maar ik weet uit mijn sets dat ik een set heb waar ik trackpads in heb zitten. Dat is namelijk deze. Nu is mijn vraag, is dit de juiste baantype daarvoor? Want wat is het eigenlijk? Zijn het gewoon stukken, dit is gewoon gras. Ja, what the fuck? Ja, wat dat zo uitzicht ofzo? Wat is dan denk ik dat zo uitzicht? Is dat zo trackbeds, maar het zijn waarschijnlijk geen water trackbeds. Nee, het zijn zeker geen water trackbeds, maar toch, het zijn trackbeds. En trackbeds en trackbeds. We hebben hier wel geen tegenoverstaande muur. Dat is wel stom. Ik denk toch dat ik nog voor een andere. Ja, ik ga nog voor een ander type stroomversnelling gaan. En dat wordt de... Ik ga eens kijken bij de waterattracties. Dat wordt die wide. En dat is die hele brede. Daar kan je heel breed mee gaan. Daar ga ik misschien een beginnetje voor maken. En dan heb ik eigenlijk het gedacht om een soort El Rio te maken. El Rio uit Bobby Island. Die komt op het einde hier bovenaan. Dat weet ik natuurlijk uit mijn Bobbejaanland ervaring. Ik ben er al vaker geweest. El Rio. Een stationnetje maken eventjes. En dan gaan wij even kijken voor El Rio. Iets achter, hè. We gaan hem El Rio noemen. Dat ga ik nu al doen. Ik noem hem El Rio. Dat gaat weg. En dan is het El Rio. Terug naar de baan. We hebben niet meer veel tijd, zie ik. Die tijd is er helemaal op. De baan wordt nu breder. We doen eerst even een stukje rechts. We zetten pauzes bij, want we zitten gewoon op play. De timer gaat af, maar dat maakt op zich niet zoveel uit.
We gaan nu al naar 100. Maar we kunnen ook gewoon nog even wat doordoen. We hoeven nog niet per se naar 100 te gaan hoor. Dus je blijft natuurlijk wel breed. Een beetje naar hier. Dat we dan een bochtje, een S-bochtje naar links doen. En dan hier bijvoorbeeld wel een klein dropje maken. En dan hier ook eronder zo eronder door. En die is hier dan, ja die gaat hier sowieso gegarandeerd hier raken. Dus dan moeten we hier ook wel eens weer stukken naar onder gaan. En dan hier onder de baan. Dat kan in principe wel. Zonder problemen. Dat we hier nog eentje naar onder gaan. Dat we dan zo verder bouwen. In de El Rio. Dan hebben we natuurlijk al wat gehad. Dan lijkt het me leuk dat we hier wat waterballetjes in plaatsen. Zo'n hele rij vol watervallen. Wat natuurlijk heel erg leuk is. We moeten ook natuurlijk rekening houden met de beperkte plaats. Maar ik denk dat we dit hoekje wel kunnen gebruiken voor deze uitgebreidere waterattractie. Dat mag natuurlijk ook wel eens hebben. En dan doen we zelf een stroomversnelling. Oh, dat gaat hier al naar onder. Een stroomversnelling. Oeps. Nee, dat is niet de bedoeling dat dat naar onder gaat. Dus dan moeten wij hier eerst een stuk naar boven gaan, denk ik. Want anders... Dan moet de baan hier weer af eerst inkorten. Dan doen we hier een toetakelingetje. Het is wel raar, maar het kan. We gaan hier weer breed. Breed, zei ik. We gaan dan een... We gaan er dan naar onder? Zo'n versnelling. Oh! Ik snap het. Ja, ja. En trouwens, waarom doen wij hier moeilijk over? Wanneer komt er gewoon water in? Dus die kan nog wel. Stroomversnelling. Zo, zo. Oh, die gaat toch naar onder. Hij gaat toch wel echt naar onder. Ik dacht dat hij op het... Dat hij op een niveau bleef. Ik dacht echt dat hij op niveau bleef hoor. Maar... Nu gaat hij naar onder. Ai, dat is toch niet de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling. Toch niet. Dat shot kan er eventueel gewoon blijven, maar ik ga hier gewoon even terug de paar tikjes omhoog terugbreed. En dan ben ik nu wel een mooie stroomversnelling afdoen van afwisseling van steentjes en normale steentjes. En dat is een redelijk ding. Dat we dan kleine bochten gaan gebruiken en dan moeten wij ook wel, dit is eigenlijk al breder ingebouwd, maar als we hier een lange ride van maken wordt het wel leuk als we hier gewoon weer wat watervallen plaatsen en we thematiseren dat natuurlijk wel met de rotsjes en bomen en weet ik niet, wij doen even hier een S-bocht dat niet lukken gaat, hier een bredere bocht. Het einde moeten we even aanleggen, dat is niet te vergeten. Dat moeten we even doen, want anders wil daar we zeker mee hebben. Je raakt hier ook maar heel net pad niet. En dat is eigenlijk op zich niet echt een probleem. Dus we hier even een S-bocht aan deze kant toe maken. Hier zo'n... Oké, die kan het niet automatisch afmaken. Waarschijnlijk kan dat wel. Ja, hij kan afmaken. Maar daar zijn we nog lang niet naartoe. Het was maar een grapje. We gaan hem nog wat langer maken, dames en heren. Net leuke thematisatiestukken in. En dan ga ik ze dadelijk even met snel nog een markering aanduiden. Als we hem hier gehad hebben. Ik moet even de bootjes en shit. Die doen we allemaal dadelijk wel. We willen hier nog wel wat recht gaan. En dan nog wat watervallen maken. Waterval. Het mag natuurlijk wel een natte attractie worden. En dat we hem dan nu wel mooi laten aankomen. Maar niet in dit stuk. Maar niet in zo'n style zeg maar. Dus we moeten kijken dat hij hier overheen komt. Nice. Kijk eens aan. Een Rio staat. En die kast.
tertiaire shit klopt niet. Maar dat is invisibility. De bootjes. Gaan we snel opkrikken naar... Yup, maximum. Maximum 6. En ja, het tweede is aan dit soort waterkrachtjes dat die zo'n brede baan hebben. Dus ze volgen niet. Ze dingen, ze botsen overal tegenop. En dat hadden we bij het eerste baantype ook geselecteerd hebben volgens mij niet. Maar ze botsen gewoon overal tegenop. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel leuker in deze attractie. Maar El Rio staat op testen. Die moet eigenlijk openstaan gesloten. Dus doen we maar een testrondje, doen we even snel, hup. Die bootjes, ik weet niet of ze elkaar kunnen inhalen, maar dat denk ik niet. Na het kettinglift kunnen we niet voor dingen zijn. Die even aan en weer uit, voilà. De tijd draait te snel door, dus dat, we zijn al jaar 10, dames en heren. We zijn nog lang niet open, natuurlijk niet. Hier wil ik natuurlijk wel wat bomen gaan zetten om dit nog een beetje af te dekken. Maar ik vind het echt wel een leuke attractie, het wordt een leuke attractie. Ik ga er nog niks aan doen, dat doen we allemaal in video. Volgende week bij een nieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon 3. Ik sla het spel op en tegen jullie zeg ik, dus tot volgende week. Natuurlijk ook morgen Lol en Disney Krab, vergeet dat niet. Tot morgen bij Lol en Disney Krab. Tot volgende week bij een nieuwe video. Oh nee, volgende week heb ik examens, dames en heren. Lol en Disney Krab, daar is meer info. Kijk hem voor meer info. Later.